Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video hier op het kanaal Corps Royale. En vandaag gaan we gewoon lekker potjes spelen. Ik heb er ook gewoon zin in. Ik vind de laatste tijd Clash Royale leuker worden. Ik had een tijdje dat ik dacht, meh, moet ik weer Clash Royale, want ik wil blijven spelen. Ik wil altijd dat er een kist aan het, eh, uh, bezig aan het gaan is, aan het openen is. Dus uh, ik wil altijd blijven spelen, maar... De laatste tijd heb ik heel veel plezier in Clash Royale. Dat komt vooral door dit deck, Toen Staat hij er nog op? Ja, dit, is dit deck waar ik dus hier aan het spelen was... En als dus uh, hookcycle deck, het was totaal niet veel nadenken. Het was gewoon dingen inzetten, inzetten, inzetten. Het was voor mij 2,5 elixir. Dus als je dit hebt, neem het over. Het is een erg goed dek. Maar uiteindelijk uh, ging het minder goed. En toen ben ik uh, weer mijn oude vertrouwde dek gaan gebruiken. En dat is dit deck. Ik wil trouwens ook even zeggen: De support op de vorige video is niet normaal. Hij staat nu een uur on Nee, een uur, een dag een dag online. En eh. Um, nou, de likes volgens mij op dit moment 195. Het is echt niet normaal, jongens. Enorm bedankt daarvoor. Laat ook weer een uh, like achter als je deze video leuk vindt. Nee, een comment achter en een like achter. Allebei, allebei gewoon achterlaten. Nee, jongens, echt bedankt daarvoor. En uh, we spelen dus met dit deck nu weer mijn oude vertrouwde Hawk Cycle deck. Uh, ja, dan gaan we gaan gewoon een beetje potjes spelen. Ik zat dus een beetje lager. En toen ben ik dus verschillende decks gaan proberen met dat deck van de kijker ook. En um, toen kwam ik dus bij dat hook Cycle deck Dat is trouwens, uh, ben ik vergeten nog, credits naar, waar staat die? Ik weet niet of je de video kijkt altijd. Volgens mij wel af en toe. barbarian, het is trouwens zijn deck. Dus uh, ja, dat is een geweldig deck. Het is echt leuk om te gebruiken. En niet heel moeilijk. En um, nu heb ik dus weer mijn oude vertrouwde hook Cycle deck En we gaan gewoon proberen wat hoger te komen. Want ze zitten nu wel weer redelijk hoog. We openen even de free chest. Weer wat redelijk hoog voor een level 9. Maar we zaten echt laag. Dus, um, oh, we zaten echt laag. We gaan gewoon lekker even een potje spelen een Battle. En we komen tegen tegen wie komen we tegen Alving en die heeft meer trofeeën dan ons en het is een level 10. En we gaan gewoon winnen. We hebben een redelijk starting deck. Ik heb ook de pick push een beetje ben ik het aan het proberen, weet dat hij nu gaat falen precies als ik het zeg. Nee Lukt dit? Nou, nah, niet heel goed volgens mij. Ik ben nog aan het oefenen. En uh, jullie denken waarschijnlijk... Wat is een pickpush? Dat is dat je je uh, hokwaaier... Ik had misschien eerder moeten vuurballen. Dat is dat je je hokwaaier... Zeg maar... Naar de linker... Kijk, ik ga via rechts aanvallen. Hier waar de bewaren staan. Shit. <laughs> uh, wacht even op die uh, wizard. Oh, oh, oh. Zap. Um, dus uh, dat je via... Oh, 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 oh. oh We are in trouble. We zijn zo erg de lul nu. Snel, goblins. Schakelt zelfs met Prinses nog uit. Ongelooflijk, die damage van die Royal Giant. Maar wat wil ik nou zeggen. Pick Push is dus dat je de doet. Neem als voorbeeld de rechterkant nu. Dus stel je legt de hokwaarder in de hoek. Daarnaast leg je een andere troep. En dan wordt de zeg maar naar rechts geduwd. En als je dan de kanon iets verkeerd neerzet, dan, kan je, uh, dan negeert de hokwaarder de kanon. En dan uh, gaat hij gewoon gelijk naar de toren. Dus dat is erg handig. En die bebaren wou ik eigenlijk niet droppen, maar ik moest wel. Die bebaren moeten we eigenlijk uh, bewaren. Kijk, de vuurbaltie. Die prachtig. En dan 3, 2. Een Royal Giant. Waar is hij? Waar is hij? Ik ga niks inzetten nu. Ik wacht gewoon op die Royal Giant. Ik ga toch wel iets inzetten. Ik ga een Hog inzetten denk ik. Tenzij die nu komt. Nu komen. Nu komen of niet? Oké, okay, we gaan een Rider. Ja, je lokt het dan ook gewoon echt uit. Vuurbal. Vuurbal. Bebaren. Ja, daar bebaren. Dit is een mooie vuurbal. Weet je wat ook een goede combinatie is? Je zept eerst de bebaren, dan vuurbal je ze. Oh, Royal Giant. Dan vuurbal je ze. Omdat um, dat dan extra veel uh, zep dat is handig, omdat dan de bebaren... Dus je eerst krijg je tijd om op de toren te schieten. En hij eh, pakt de toren hier. En dan ook nog eens eh, schakelen ze gelijk uit. En ik laat dit gewoon een beetje gaan. De kroontoren die kan toch wel op de Royal Giant schieten? Ja, natuurlijk. Eerst kon dat niet, hè. Eerst was de range van de kroontoren, dus de main toren. Eh, dus je weet wel, deze grote. Hier, deze. Was eh, zo, nou, zo laag. Er was eentje minder. Dus hij kon niet op de Royal Giant schieten. Maar dat hebben ze nu veranderd. En... Eh, oh, nou, ik wil eigenlijk niet... Eh, ja, dan... Oh, nee, nee, nee. Sparky kan natuurlijk niet uh, in de lucht schieten. Ik ga dit wel even vuurballen. Hij vuurbalt nu wel mijn uh, minions. Dus dat is wel even lekker. Dus dan kunnen we misschien straks gaan pushen met, uh, met mijn bebaren. Dan moet ik wel die bebaren goed gaan neerzetten. Die weet ik altijd zo bang voor. Uh, ja, zijn ze goed? Ja, die waren goed neergezet. Gelukkig. Gelukkig, en nu zept die ze. En dan gaan we kijken of we een counterpoes kunnen neerzetten. Ik weet het, jongens. We lopen erg achter. We gaan het sowieso niet winnen. Maar we kunnen het gewoon altijd nog proberen. Hier, ja, dit bedoel ik. Ja, ik had nu niet genoeg voor hem. Um, uh, voor mijn vuurbal erachteraan te gooien. Maar ja, dus anders. Maar dat is dus wel handig. Als dus je gewoon zept vuurbal. En uh, deze hebben we verloren. Doen maar nog een sparkje achterin. Kunnen we nog op een of andere manier bij die toren komen? Nee, dat kunnen we niet. Vuurbal. En hij heeft hij goed gespeeld? Al wel het wel. Weer een Royal Giant was dus. Eigenlijk vind ik het niet heel goed gespeeld. beetje meh. Maar oké. Okay. Prima, Royal Giant. Hij zit hoger dan ons. Min 22. 21, bijna. Dus dat valt uh, reuze mee. En we gaan gewoon gelijk nog een potje spelen. En hopelijk komen we nu tegen geen Royal Giant. En het is Barbarian King. Wat had ik net nog over Barbarian? Maar dit is de, de Barbarian King. De Barbare Koning zelfs. En uh, het is weer een level 10. Ik ben benieuwd wat hij speelt. We doen even de prinses achterin. Uh... Really, nigga? Nee, nee, nee. Fire Spirit, je verpest ook mijn hele barbs. Vreselijk dit. Oké. Okay. Hij heeft een Roll Giant. <laughs> Dat weten we nu. Het is weer een Roll Giant, gast. En uh, laten we dit gaan? Ik ga die goblins ervoor zetten. En als het goed is, kunnen we de prinses verdedigen. Ja, die prinses is nog le... Oh, prinses. Geweldig. En waarom is dit nou zo fijn? Daarom is dit zo fijn. Want hij zet nu dit. Hij moest daarop reageren. En hopelijk heeft hij geen erros. En dan, is het echt, uh, dan hebben we de deze toren te pakken. Heeft hij eros? heeft hij vuurbal, heeft een vuurbal. Zeppen we dit. Ik weet dat je pas moet zeppen als er iets bij wordt gelegd. Volgens mij heeft hij nu zo weinig elixir dat hij niet eens um, elixir heeft voor hem iets bij te zetten. Hij had echt weinig elixir. Ik laat die fire spirits, wacht ik even tot die gegooid zijn. En dan leg ik mijn goblins neer. Ik had langer moeten wachten, maar ik kon gewoon niet meer wachten. Ik wou die hogweider zo snel mogelijk weg hebben. En we staan ongeveer gelijk. En hij heeft dus hogweider, um, royal giant. Hij heeft ze allebei. Hij heeft een vuurbal en een zepspel. Het is wel echt uh, heel veel counters tegen mijn deck. Dus we moeten even kijken hoe we dit gaan winnen. Um, we doen even prinses achterin, denk ik. Yeah, oh, Royal Giant. Prinses achterin. Vuurbalje komt erop. Ik voel hem aankomen. Drie, twee. Kilt zijn vuurbal mijn barbaren in één keer? Daar heb ik geen idee van. Oh, uh, hij doet zap. Dan kunnen we misschien. Nu vuurbal. Wauw, die Hog Rider was echt de slechtste Hog Rider ooit. Wat gaat hij hiervoor inzetten? Gaat hij hierop reageren? Hij negeert mijn Hog Rider. En als we dit kunnen zappen. Kijk eens aan. Daar hebben we die toren te pakken. Nu moeten we natuurlijk oppassen. Nee, laten we zitten. We laten die toren zitten daar. Die wordt sowieso gepakt. Daar ga ik niks meer voor inzetten. Al zept hij dat straks. Of vuurballet die. Wordt die ook gepakt. Dus we laten dat... Gaan. Oh, nou, we, hebben nog een, we leven nog een beetje. Hopelijk is hij zo dom om nu een Royal Giant daar neer te zetten. Want dan verspeelt hij dat. Hij pakt die toren sowieso wel een keer. Hij doet de Royal Giant achterin. En dat vind ik altijd heel irritant als mensen dat doen. We, kijk, wat deed hij nou? Zap? Ik was even naar beeld aan het kijken. Deed hij zap? Of nee, nou, ik weet het niet. Ik zag het niet precies. Oh, dat is dom. Dat, dat, uh, de, hij deed zap. Dan kunnen we nu gaan counteren als het goed is. Die Royal Giant die gaat helemaal weg. En weer die verschrikkelijke Hawk Rider Die ik echt heel slecht plaats. Hè. Weer plaats ik die precies. In zijn uh, vuurbal. En we doen hier aardig wat damage. We pakken die toren bijna zelfs. En hij heeft de mini-packer. Die heeft hij nog niet ingezet. Ik doe het toch met bewaren om zeker te zijn. Als ik... Um, kijk, kijk, kijk. Hier heb ik niks voor nodig. Dit laat ik gewoon gaan. Hier hoef ik zeker geen kanon voor neer te zetten. En dan hebben we die kanon. Die bewaren we gewoon lekker voor de Royal Giant. Nu kunnen we toch een redelijk uh, pushen. En weer die hokwaarde die geraakt wordt door de vuurbal. Heeft hij ook gewoon goed gedaan. We zappen dit terug. Oh, zep. Oh, dat is net te laat. Twee seconden echt. En laten we dit gaan? Nee, dat durf ik niet te laten gaan. En ik denk dat we dit wel binnen hebben. Als we het gewoon een beetje. Een beetje. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat we die. Nee, we doen geen kanon. We doen. Weet je wat we doen? We doen gewoon een hokwaardetje. We hebben Zep klaar. En als het goed is, is dit GG. Tenzij hij iets heel geks doet opeens. Hij doet dat niet. We pakken zijn toren. En we hebben gewonnen van Barbarian King. En ja, lekker. Dit was echt een lekker potje. Weer een Rural Giant. Het zou wel mooi zijn als we nu gewoon. ...weer tegen een Royal Giant komen... ...dan heet de aflevering gewoon, de video... ...Triple Royal Giant. En, wordt dit een Royal Giant? Stiekem hoop ik het. Maar anders eigenlijk ook, ook niet. Ik weet het niet. We willen niet tegen een Royal Giant. Is deze vent een Royal Giant user of niet? Uh, we wachten af. Hij doet nog niks. Hij heeft te veel elixir ingezet. En hij heeft een Hog Rider. Dus ik denk niet dat hij een Royal Giant gebruikt. Wat hij wel kan gebruiken is... Um, ...Miner Deck. Dat is de laatste tijd enorm populair. We doen de Hog Rider daar even voor... En de zep, 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 zep. Oeh, kijk eens. Hij heeft lage troepen, zeg. Ik voel me eigenlijk een beetje schuldig. Deze vent heeft zulke la lage troepen. Hij heeft Rare's level 6. Dat is natuurlijk niet heel laag, maar voor mij is dat laag. Ik heb 7. Nou ja, ik heb 7. En de, laten, we, laten we die speergoeders gaan. Hij heeft commons 9. Ik heb ze bijna allemaal 10. Dus ze zijn zeker in het voordeel. Het is wel gewoon een level 9. Met um, hoeveel cups zaten wij nou? Volgens mij is nou, het een beetje hetzelfde als wij zitten nu. Ik weet het niet meer precies. En uh, dit, oh, dit is jammer dit, dat we nu even niks, uh, geen kanon hadden. Maar dat is het fijne, ik, voor de mensen die dat niet wisten, ik kwam er ook pas net achter. Als je Zep het le uh, hetzelfde level is als de, als de goblins, dus de step goblins, die steken. dan kilt de step goblins. En anders kilt hij ze niet. Dus als hij een hoger level is, die goblins, kilt hij niet de step goblins. En we kijken wat gaat hij inzetten: niks. Kijk, de, de speer goblins. Kilt uh, de zep altijd. Maar de step goblins hebben meer helft, Dus die kilt ze niet altijd. En ik weet niet of hij een vuurbal heeft. Dit is wel erg dom. Stel hij heeft een. Oh ja, dat bedoel ik. Dan wordt gelijk alles gepakt. En dat was een hele mooie vuurbal van hem. Daar heeft hij heel veel uh, winst uit gemaakt. En we staan wel achter nu. Dus je moet even oppassen. Ik verwacht elk moment een. Hokwaardertje, dus ik sta met mijn kanon klaar. Zet even iets neer, want ik wil nu niet. Ja, kijk, gelukkig doet hij dat. En dit kunnen we lekker zappen. Kijk, die stepgobblers, weg. Stel, die stepgobblers waren level 10, want mijn zap is level 9. Dan was die, uh, waren ze niet dood geweest, dus dat is even fijn. En hij heeft dus zap, vuurbal, stepgobblers, musketier. Ik weet niet echt wat hij met die musketier doet, want het past totaal niet in zijn deck. We gaan nu ook gewoon een kouterpoes neerzetten. Zo, en dan gaat hij het waarschijnlijk doen met zijn, uh, ja, met zijn kanon. En die musketier doet trouwens wel veel damage, maar. Kijk eens aan. Nu laten we zijn uh, vuurbal. Gaat hij 100% zeker gebruiken. Kijk, daar is zijn vuurbal. En nu hebben we een vrije... Oh ja, hij heeft natuurlijk een Valkyrie. Ik dacht even, uh, ja, we zijn binnen. Maar we moeten natuurlijk die Valkyrie eerst uh, weg zien te krijgen. Dan kunnen we pas mijn bebaren inzetten. Die zetten we nu in. En als het goed is, moet hij nog één kaart switchen totdat hij zijn bebaren heeft. Of zijn vuurbal heeft. Ja, nu heeft hij zijn vuurbal. Oh nee, nu heeft hij zijn vuurbal. Of niet? Nee, hij zet een zap in. Nou, oké, okay, raar. Prima. Prima, en als het goed is, pakken we nu heel wat damage van zijn toren af. Ja, dat is lekker. Dit is heel lekker. En uh, we doen even die Miene want ik niks anders heb, heb om in te zetten. We hebben weer een tweede prinses. En nu vu vuurballt die. we de prinses. Oh nee, oh wat doe ik. Prinses verkeerde kant. Jammer dit. Oké, okay, we even de goblins. En Hogrider. En ik wil hem eigenlijk. Ik, het? ik vuurbal. Ik weet even niet of hij bepaalde heeft, maar dit kan de mooie vuurbal zijn. Als je er nu dingen in legt. Kijk die vuurbal. Oh, hij zept het perfect. Hij heeft een Inferno-toren. Oké. Okay. Oké. Okay. Hij heeft een Inferno. Dat heeft hij nog niet laten zien. Dat is apart. Waarom zou hij dan de hele tijd hem niet gebruiken? Maar oké, okay, prima. Nu heeft hij zijn vuurbal gebruikt. En dan heel erg slim. Heel erg slim, die Valkyrie. En ja, we komen er niet echt doorheen. Hè. Het is even, we moeten één push hebben. En dan kunnen we hem pakken. Maar hij heeft dus dubbel defense. Hij heeft en. Een finitoren. En hij heeft een. Um, ja, en hij heeft een kanon. En ik zit even te kijken hoe. Doe Minehord. Dit doen we erbij. En dan vuurbalt hij waarschijnlijk. Pakt hij mijn prinses? Gelukkig niet. Dus daar hebben we wel voordeel. En als we nu. Zep. Yep. Ja, damage nog één keer slaan, nog één keer slaan. Oké, okay, 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 oké. Okay. Oh, wat doe ik? Wat doe ik? Of oh, wat doe ik? Hij wist dat ik dat zou doen, hè? Wist dat ik gelijk zijn toren van wist en misschien Nee, 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 deze hebben niet de loot. Nee. Dat was zo verschrikkelijk dom van mij. Wauw, 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 wauw. Wow. Dat was echt heel dom. Dat was echt heel dom. Kijk even nog een record. Nee, dat was echt niet slim. Dat was echt heel erg slecht zelfs. Jammer, 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 jammer. Dus uh, twee keer vloeren, één keer gewonnen. En dit is nog even het dek. En ik, uh, de laatste tijd zullen dus, uh, jullie al weten. Ik heel erg, switch ik heel erg met, uh, met deks. En ik ga denk ik weer deze of deze gebruiken omdat eh, altijd als ik verlies twee keer achter elkaar, dan denk ik: nee, ik wil het niet meer met de deck. Ik wil een nieuw deck. Maar ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Laat een like achter als je de video leuk vond. En jongens, bedankt voor het kijken. De support is enorm goed. En ik zie jullie allemaal in de volgende video. Tot eh, dan, mensen.